hoezo aanvallen? Hoezo ja, aanvallen? We moeten aanvallen tegen Ierland, we moeten toch winnen? We moeten toch winnen? Op dit moment is de uitslag al bekend. Nee, we gaan straks naar die wedstrijd toe. Ja, dat weet ik wel. Ja. Maar de uitslag is al bekend nu op dit moment. Dat kan niet, we gaan er nog heen. De kijkers weten nu de uitslag al. Weet jij hem ook al? Nee. We moeten er toch zo meteen naartoe? Ik weet hem niet. Dus die wedstrijd wordt nog gespeeld. Vandaag is het namelijk gisteren. Hè? Het is vandaag gisteren. En morgen... Aanvallen! En morgen is de uitslag gewoon bekend. Begrijp je? Wij weten hem niet, de kijkers weten hem wel. Het is vandaag. Ja, Harry, en gisteren is gisteren ook, en morgen is morgen. Ik weet ook vandaag wel... Vandaag is vandaag en wij gaan nog naar Nederland-Ierland. Ik weet ook wel dat vandaag is, maar de kijkers weten op dit moment de uitslag al. Er is een verschil tussen een tijdstip tussen... Hebben jullie pillen? Hey. Godsamme. Hey. Kom maar, we gaan naar de dokterkissel. Het leek wel vakantievoetbal, hè, gisteren? Ja, het was echt niks, hè? Weet ik niet. Hè? Nee, we hebben geen kans gehad, hè? Nee. Het was echt slecht, hè? Nee, ja. Voel je het zelf wel goed? Nee. Nee, ik denk, weet je, zeg niks. Ik denk, ben ik wel tevreden, weet ik. Nee, maar ik denk dat iedereen het wel gezien heeft. Ja, hè? Dus daar hoef je niks over te zeggen. Nee. Maar waarom komen jullie dan naar zo'n toernooi toe? Ik wil zeggen, dat toch niks aan doet. De meeste leden niks aan gewoon. Ik heb er toch alles aan gedaan. Vond je? Tenminste, dat heb ik zo'n gevoel. Oh, dat idee had je wel. Ja, maar daar zet niks mee in. Oh, dat was niet verreed. Nee, maar dat is ook het probleem. Dat is ook het probleem. Alles al gedaan. En dat is niet veel. De kinderen zijn belangrijk. De kinderen zijn blij. Die zijn blij. We zijn de enige die blij zijn. Toen de gisteren afgelopen was. Ja? Ja, toen. Toen belden ze op en zeiden ze, hé. Goed gespeeld, pa. Maar kom papi terug. Ja, Je kan verschillende dingen. Je kan zeggen zoals... ze zeiden ook voor het seizoen, toen we begonnen bij PSV, zeiden ze ook... we zullen dus niet meer. Nou, dan pakken we alles. Dus dan is het rustig. Maar kijk, dan beginnen we in de EK. Net na de... Ja, oké, dat kon ik niet. Dat kon ik net niet hebben. Is net te veel voor je. Ja, dat blijkt wel. Ja, dat is toch. Maar om te zeggen, kijk, als ik 3-4 weken vakantie heb gehad, dat begin heb je weer. Ja? Te hopen. Johnny Bosman, hey Johnny Bosman, we hebben Johnny Bosman. Daar kan je mee stoppen, want Bosman komt in de uitzending niet meer voor. Hoezo? Hij zit op de bank. Ja. Het is afgelopen met hem. Sloes, uit, over. Omdat hij toevallig geen voorzetje krijgt. Ja. En omdat hij toevallig geen doelpuntje maakt tegen Rusland. Ja. He? Laat jij hem ook gelijk vallen als een baksteen. Ja. Je bent net zo'n horik als die Michels, man. De ster van dit toernooi, nummer 9... Johnny Bosman. Ja, dag natuurlijk, John.
De jongens van de vrouw en ik, die komen niet meer bij mij. Nee. Want ik heb toch niet meegedaan. Maar zo is het niet. Jij blijft onze favoriet, onze nummer 1. Maar ja, hoe gaan we nou verder? Wat moeten we nou? Niet gespeeld. Je laten verdringen eigenlijk door Van Barsten. Dat kan toch niet, John? Nee, goed. Moet je bij de heer Michels wijzen, die heb Marco opgesteld en Marco heeft zijn kans gepakt. Krijgen we Van Barsten eruit? Dat lukt niet, denk ik. Dat is heel moeilijk, denk ik. Dat wordt lastig. Dat wordt heel moeilijk. Maar Kieft die mag niet voor jou in de plaats spelen natuurlijk, hè? Nee, dat is natuurlijk de laatste. Ik bedoel, die moeten we kunnen hebben. Dat moet kunnen, ja. Dat moet kunnen. Goed. Dus de volgende keer, als er ingevallen wordt, dan val jij in. Ik hoop het. Spreek je dat met de generaal af, hè? Ja, dat moet ik met de generaal dan bespreken. En die beslist dat, hè? Dus daar ben je afhankelijk van. Maar luister, je moet wel een beetje op je poot spelen. Je moet niet zeggen van, meneer de generaal, nee, meneer de generaal. Jij zegt, luister eens, Rinus, als er ingevallen wordt, dan ben ik het. Oké? Okay? Ja. Ja, dat kun je zeggen zo, ja, maar... Ja, zo moet dat, want anders, anders zitten we het hele toernooi op de bank nog verder. Wat hebben we daar nou aan? Nee, niet veel aan. Nee, dan loop je hier een beetje zo langs het water, ik ben 18e man, een beetje somber in de rond te kijken. En maar roepen van, ik blijf gemotiveerd en als de jongens maar winnen en het mag ook zonder mij. Nee, John, het moet met jou. Ja, het liefst met mij natuurlijk. Ja, nee, niet het liefst, het moet met jou. Ja, want ik heb er weinig over te zeggen, Harry. Ja. Kijk, het is duidelijk dat één man die bepaalt de opstelling. Ja. En hij kiest de 11. Ze moeten blij zijn dat jij erbij bent. Ja, dat zullen ze ook wel zijn. Ja, dat zijn ze natuurlijk, zijn ze dat ook. Het belangrijkste is natuurlijk dat straks in die finale staan. Ja. Maar met jou, hè? Ja, het liefst met mij, maar ja, dat, ik zal er alles aan doen. Oké. Wie weet komt het nog in. Goed. Je zit niet in de put verder? Nee, hoor, helemaal niet. Nee? Nee? Niet aangeslagen, niks? Nou ja, een beetje teleurgesteld. Teleurgesteld natuurlijk. Ja, logisch. Oké. Okay. Maar wij zijn nog helemaal niet klaar met jou. Wij vertrouwen in jou. Het komt allemaal dik in orde. Ja. Jij komt terug in jouw zelf al en ons groeien nog. Oké? Okay? En dan nu de Jan Wouters jingle. Jan Wouters. What's your final? Well, it's a complicated thing, you know, some might not work out against the others, but probably, well, I like the Soviet Union, I enjoyed their team, I thought they played very well. I don't mind, really, it doesn't matter which of the Holland, the Soviet Union, really, or Italy get through, it just doesn't worry me, because I think all teams have proved that they've got special players, and in a competition of this nature, we all go to see players who can do something we can't do ourselves. And I saw one or two things this afternoon that I couldn't do, which I was pleased with. Which are the players who please you the most in the Holland team? Well, Hullit is obviously an outstanding player. He made the contribution. He won the ball for the first goal by his athleticism off Gary Stevens. He just got a foot to it, which got him possession of a nothing move. But from then on, of course, Van Basten showed the real skill in the penalty area to get it home. He's a lethal finisher. I love Koeman. In fact, his brother played very well too. He played very wide on the touchline, kept it going nicely. Arnold Muren, a marvellous veteran, lovely left foot one. No, I love the Dutch players. I mean, you can't really pick out a player in that group. They all contributed very well indeed. En dan nu de Ruud Gullit jingle. Ruud Gullit. Mijn moment deze week speelde zich af op het terras waar het Nederlands elftal zijn persconferentie gaf. Daar stond hij ineens. De voorzitter van FC Groningen, lid van het sectiebestuur betaald voetbal, de varkensfokker Renze de Vries. Ik twijfelde. Zou ik het doen of zou ik het niet doen? Toen liep ik op hem af. Ik tikte hem op zijn schouder. En jawel, Renze de Vries gaf mij een hand. Dat was mijn moment deze week. En dan nu de Hans van Breukelen jingle. De Breuk. Een prognose. Wat vinden we tot zover van toernooi, Jan? Geef eens een opinie. Middelmatig. Wat vind je? Middelmatig? Ja, middelmatig. Zwak spel. Zwak spel? Ja. Wie vind je? Deens en Duits. Ja? Ja, een beetje een nieuwe schans tegen Tos. Vind je niks? Nee. Italië. Is dat hem? En Marco van Basten. Ja, dat zijn ze ook. Dus ik voorspel finale Italië-Nederland. Een opinie. Mijn finale. Ja.
Word je niet boos? Nee hoor, zeg het maar. Boos. Italië-Rusland. Ja? En ik hoop dat ik het mis heb. Maar die, ja, die zijn die Nederlanders, die ragen te weinig, zeg maar, die schoppen te weinig. Nou, het is een kwestie van ragen, maar het is ja, op dit niveau, maar dat weten we, dat roepen we natuurlijk al jaren. Op bepaalde momenten komen er meer dingen kijken. Hè. Je ziet bepaalde dingen, dat je zegt, je kan op basis van voetbal kan je een vent afstoppen, een vent tegenhouden of een elftal eruit spelen. Maar er zijn ook andere dingen die een rol spelen. Noem eens een paar kleine dingetjes aan. Ja, dat valt in orde van een koekje geven links en rechts en zo. En een beetje, het is meer een beetje een persoonlijke oorlog die ze regelmatig op dat veld plaatsvindt. Rinus heeft al jaren geleden gezegd, en hij heeft gelijk, op bepaalde momenten is voetbal is oorlog. Ja. En dat speelt op het hoogste niveau. Of je nou Europa Cup speelt, dat weten we allemaal. Of op dit niveau speelt. Ja, dat... Je moet af en toe eens een knal geven. Ja, maar een knal in de zin van dat je wel even moet laten weten wie je bent. Kijk, je kan je visitekaartje best een keertje afgeven. En dan letterlijk en figuurlijk gesproken, dat hoort erbij gewoon. Er zit een stuk in zo'n wedstrijd, er zit een heel stuk intimidatie in van beide kanten. En ja, als je daar niet meer mee gaat, wordt het toch moeilijk. Dus dat moet dan maar. En dan nu de... Hey, Spaantje! Wat zeg jij dan? Spaantje! Hey, kom naar die jingle van Spaantje. Spaantje. Hey. Spaantje. Podiaco, podiaco. In nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E benedico Italia mea. Amen. Italia campionum. Amen. Noi siamo le più fortum. Amen. E noi frecamo tutum. Italia campionu. Michel Platini noemde het elftal een symfonie. Volgens Harry Vermeegen slaat Italië hier de juiste toon aan. En ik zeg dat Giannini de nieuwe Antonioni is. Donadoni de nieuwe Conti. En Baresi beter dan Sirea. Mooier voetbal hebben we de laatste jaren niet gezien. PS. En de Italiaanse mandekkers weten als geen ander wat Leo Been bedoelt wanneer hij het heeft over het uitdelen van een cookie. Frank, wij zijn nogal onder de indruk van de Italianen. Jij ook? Ja, ja. Ik moet zeggen, die spelen fantastisch voetbal. En heel erg aanvallend. En fysiek ook verschrikkelijk sterk. Ik denk dat ze de beste achterhoede hebben van het toernooi. Ja. Maar daarbij ook veel creativiteit. En dat brengen ze tot ten uitvoer. Heel goed. Ze zijn heel atletisch, hè, die jongens, hè? Ja, maar ja, dat weet je van Italië, die zuidelijke landen. Ze hebben een mooie stijl van voetballen. Ze zijn allemaal echt technisch. Komt een beetje bij jouw stijl in de richting, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik ben nou niet zo geweldig atletisch. Hallo? Nee, ik ben meer wat sterk, maar echt lenig ben ik nou ook weer niet. Je bent toch geen Nederlandse houten hark, hè? Nee, qua uiterlijk is zeker niet. Nee. Nee, maar ook niet qua bewegingen. Nou, misschien niet. Nee? Bescheiden weer, hè? Ja, nou, bescheiden. Het is gewoon echt zo dat als ik zeg dat ik niet zo lenig ben, dan ben ik niet zo lenig. Want ik haal de grond niet zo makkelijk met gestrekte benen. Ja, ik durf het niet te vragen eigenlijk. Ja, om ik wil doen. Dat. Nou, dit is wel na een training. Oh, oké. Okay. Ja, willen we even doen, ja. Kijk, ik kom nu toch een handje tekort. Ja? Ja. Handje te kort. Ja, of ik heb te lange benen of te korte armen, ik weet het niet. Maar in het veld heb ik er geen last van. Ze zien er wel goed uit, hè, die Italianen. Ja, dat hebben ze al het voordeel op eigenlijk op alle andere ploegen. Dus het is een knappe ploeg. Maar ze spelen gewoon heel leuk. Dat vergeleken bij Nederland is het een hele knappe ploeg, ja. Ja, vergeleken met een paar van onze jongens wel, ja. Ja, hè? Maar ik noem geen namen. Nou, ik denk niet dat Wouters in Italië mag spelen, wel? Ja, misschien... Nee, hè? Ja, Wouters niet in het Italiaanse team. Nee, nee, hij zou er niet in thuis worden. Nee. Nou, er is er nog wel één te bedenken, hoor. Ja, Hans van Breukelen. Ja, hè? Maar ja, dat is een... In vergelijking met veel Italiaanse keepers komt hij er wel goed af. Qua spel, hè? Ja. Maar qua uiterlijk wordt het natuurlijk een moeilijke zaak.
de mop van Rob. Stuur dan nog een fijne. Dat je 30.000 mensen in de kaart wilt hebben. Hey Rob, heb je nog een mop? Nou, Jos, ik kom de strop niet meer uit, joh. Maar misschien was het wel aardig. Ik zag net die andere Hoekstra, die moet je kennen. Hè? Ja. Daarbij, daar, schuin tegen de overkant, wou Sjaakje spreken. Ja. Kon het hotel niet vinden, zegt tegen mij, weet jij hoe ik bij het Nederlands Elftal kom? Ik zeg, oefen ik ook. Keihard oefenen. Maar nogmaals, ik kan... Ja, toen net kwam die kok naar me toe en mochten we uit het menu kiezen. Dus vanavond hebben we een eigen menu eigenlijk. Eigen menu? Eigen menu, ja. Wat heb jij genomen? Ik heb een garnalencocktail genomen. Ja. Het was nummer 2 op de lijst. Dat was dus voorgericht en had ik nog de keuze uit soepen. Ja. Dat heb ik nummer 9 genomen. Ja. Dat was de Franse uiensoep. Ja. En toen heb ik genomen de zeetong. Er waren ook vleesgerechten, maar ja, omdat ik toch met die garnalencocktail bezig was, ja, denk ik ga door op vis. Heel verstandig. Heb ik die zeetong maar gepakt. Ja. Dat was nummer 18, geloof ik, ja, op de lijst. En heb ik afgesloten met een nummer 27. Dat was vanille aardbeien. Nou, dan heb je zo je maaltijdje voor vanavond staat klaar. Het is wel lekker dat je dit nu weet. Dan kun je erop op instellen. Ja. Ja. Dit was het weer voor vanavond. Tot zover Veronica. Aanvallen! Tot zover Veronica. Nee. Wat nee? Nee, we zijn nog niet klaar. Ik heb nog een fragmentje over Kieft. Wim Kieft. Is dat belangrijk genoeg, nee, Harry? Nee, het is niet belangrijk. Het is wel leuk als ze het even laten zien. Oh, nou ja. Eindhoven opgelet. Willem Kieft. Als jouw contract klaar is, hè, bij PSV, ga jij dan weer naar Italië? Nou ja, dat ben ik ook al bijna 30, hè, tegen die tijd. Dus, maar nou, je kan nog eerder verkocht worden. Ja, dat zou kunnen. Maar nou, ik heb het gewoon een hele goede tijd gehad daar. En ja, ik zou er best wel weer naartoe willen. Maar eerst nog maar een jaartje Nederland. Een jaartje Nederland en dan weer naar Italië. Alleen nog even welke club? Naar welke club ga je dan? Nou, ik vind de leukste club persoonlijk, vind ik, denk ik, Roma. Dat spreekt me wel aan. Het is wel een fijne stad ook. Spelen toch wel wat avontuurlijker dan de rest. Dus dat... Ja, dat zal me wel aanspreken. Dus het wordt Roma? Is de mijn leg wel. Ja? Ja. Tot zo... Hou er nou eens mee op met dat getoeter, Harry. Aanvallen! Tot zover Veronica. We zijn er weer aanstaande woensdag om 6:30. Sjies! Shit, zeg. Die man van die hakkenbar die ziet me aankomen. Ja, dat doe je het weer. Ja. Ja, je zit ook meer in de hakkenbar dan in het stadion. Ik word er gek van. Harry, maar ik moet toch eerst naar de... Ik moet toch eerst naar de hakkenbar voordat ik naar het stadion kan gaan. Waarom maak je nou steeds die beweging, man? Ja, zullen we de andere kant op lopen? Ja. Tjonge. Ik ga niet weer een hele stuk bij naar de andere kant van de stad, hoor, in de hakkenbar. Oh, nou ga ik wel alleen, hoor. Ja, heb je geld bij je? Geld?